Marieke is bekend met lichamelijke en psychische problematiek. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de zorg, binnen en buiten Ikaren. Samen met Marieke wordt een zorgplan opgesteld, maar Marieke vindt het lastig om aan de doelen uit het zorgplan mee te werken. De verpleegkundige besluit een MDO te organiseren om zo op zoek te gaan naar kansen om te verbeteren. In het MDO komt een andere kant van Marieke naar boven. Zo vertelt haar moeder dat het belangrijk voor Marieke is om haar vader met dementie te bezoeken. Haar vader woont in een verpleeghuis. Marieke wil graag naar de kerk en als ultieme passie heeft Marieke een heel bijzondere hobby, het vliegtuigspotten. De verpleegkundige gaat met deze input aan het werk en samen met Marieke stelt ze een nieuw plan op. Het einddoel is dat Marieke haar droom weer wil kunnen uitleven, het vliegtuigspotten. De verpleegkundige deelt dit plan met alle zorgverleners, zodat iedereen aan het doel kan bijdragen. Dat zijn verschillende disciplines binnen en buiten Ikaren. Marieke is ontzettend enthousiast en gemotiveerd door dit doel. Het lijkt wel alsof de acties niet meer zo lastig voor haar zijn. Ze kan haar vader in het verpleeghuis weer bezoeken en haar bezoekjes zijn ook voor de medebewoners van betekenis. Op zondag gaat Marieke naar de kerk en verder is Marieke samen met alle zorgverleners aan het werk om haar doel te realiseren. Vliegtuigspotten. In het MDO zijn ook nieuwe ideeën ontstaan. Samen met haar moeder is Marieke naar Amsterdam geweest, naar This is Holland. Ze heeft daarmee een ervaring opgedaan hoe het is om zelf te vliegen. Een droom die uitkwam voor haar.